Wat is nou het meest interessante bij de Saturn? Het prijzensysteem. Niet de apparaten, niet de gadgets, maar als je even kijkt, overal hangen nu gewoon verschillende soorten LCD-dingetjes. En hoe programmeer je die, Bert, directeur Saturn? Wij hebben een prijskaartsysteem wat werkt in een scanner. Dat is gekoppeld aan ons voorraadsysteem. De scanner scant de barcode en de barcode van de scanner op de haak. Of de prijskaart op de haak, koppelt met elkaar. Prijzen kunnen à la minuut veranderd worden. Dus ja, dus deze die kunnen eigenlijk aan de hand van, de barcode hier... Ja. En wat er in de computer staat, ontvangt die scanner dus de prijs en die programmeert het dan meteen in dit dingetje. Ja. Ja. En dus overal hangen dus nu deze dingen. Maar dat moet nog wel handmatig. Deze communiceert alleen met een scanner. Nog niet dat die gewoon alle seconden alles kan veranderen. Dat kan mensen moeten er met... Dat doet hij. Wat? Dat kan alle minuut veranderen. Alleen in de computer moet aangepast worden. Als jij de computer aanpast, dan gaan al deze die gaan veranderen. Eén keer in de zoveel tijd wordt die geüpdate. Oké. Okay. En dan even kijken, je hebt verschillende versies, gaan we even naar kijken. Okay. Nou, bij deze grotere maat geldt precies hetzelfde. Hier zie je de code, van de EAN-code van de prijskaartje zelf. Oké, dus iedereen heeft elk apparaatje, elk prijskaartje heeft een unieke code. Ja. En je hebt weer zo'n scanner. En het apparaat heeft natuurlijk ook een unieke code, de EAN-code. Ja. Koppelen met elkaar, in het systeem kunnen we de prijs aanpassen. En dat wordt via infrarood wordt dat aangepast. Jawel, maar nu is de vraag, nu gaat deze prijs van Philips, je wil die aanpassen van 19,99 naar 9,99. Ja. Hoe gaat dat? Je verandert in de computer? Ik loop naar de computer, toets het artikelnummer in en ik sla hem op. Ja? En dan moet die binnen afzienbare tijd veranderd zijn de prijskaartje. Oké, dus al die dingen zijn draadloos via wifi of wat is dat? Infrarood. Ja. Dus die dingen, er zijn hier infraroodzenders die gewoon dat ding koppelen. Er zijn overal computers in de goten die dat allemaal aanpassen. Oké, en dan heb je nog een derde mooie systeem en dat is online met tv. Achterop de computers zit een of ander magisch apparaatje met een kabeltje eraan en een HDMI die zeg maar naar de USB-kabel gaat. En bovenop elke tv zweeft nu een prijskaartje. En dat prijskaartje kan gewoon aangepast worden. Nou, eens even kijken hoe dat zit. Deze tv is niet goed geprijsd, geloof ik, Erik. Nee, Bert. Bert, sorry. Bert. En nu heb jij hier heb jij een appje. Ik ga naar het adres van de tv. Ja. Daar is er één. Ja, ik pak hem aan. Ik ga naar de... Show products. Ja, ik pas de prijs aan. Even kijken, wacht even. Je hebt hier nu staat er 499. En je hebt nu de prijs. Ik moet een pinning, waarom moet ik een pinning toetsen? Nou, die pinning mag je zelf doen. Ja, maar dan, dit kunnen we zo aanpassen. Ja, we gaan nu beginnen. Ja. Oké, dus dit is een, hier